wat ga je doen? Daar gaat hij! Daar gaat hij! We hebben die bal nodig! Daar is hij! Hier is hij! Ja! Oh! Kom naar de 400 km per uur! Oh, wat is dit? Kijkers, ja, daar heb je hem. Oh, Panto, ik haal je eruit. Ik ga je uit het water halen, hoor. Geen zorgen. Ik ga je helemaal redden. Niks aan de hand. Oh, dit gaat helemaal goed komen. Hoe gaan we dit... Wat was die schaduw? Oh, nee. Niet bewegen, Genki. Oh, niet bewegen, Genki. Oh, snel terug naar de boot. Niet bewegen is niet bewegen, niet bewegen. Oh, we gaan snel terug naar de boot. Oh, 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 nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nee. Nee! Help! 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 Oh, 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 nee! Nee, 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 pas op. Nee, nee. Nee, niet doen, hij. Het was gelukkig een droom. Oh, ik dacht dat ik echt... Is dat Toos? Ah, oh, jongens, het was maar een droom. Oh, je krijgt spontaan zin om te joggen. Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag beginnen we met joggen. Ik dacht, een goed begin van de dag is het halve werk. Maar voor Henkie is het hele werk, want de rest van de dag wil ik helemaal niks meer doen. Oh, en ik ga zo snel kijken hoe sloom deze man is. Ha, je bent veel te traag, meneer. Je moet eens een keer het echte werk zien, zoals ik doe. Je moet echt een keer zien hoe echte snelle mensen rennen, zoals ik. Niemand anders is sneller dan dat ik ben. Ah, maar vandaag gaat zo een leuke dag worden, jongens. Ik heb... wat, hoe ben je zo... Gerard, hoe ben je zo snel? Wat? Auw. Ja. Gerard, nee, ik ben er ook klein. Ja! Wat was er vinger? Wie was er eerder? Ik was eerder. Nee! Gerard, welkom bij mijn video. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja. Ik had vandaag gepland om te gaan joggen, maar ik wist niet dat jij hier ook was. Ik ook niet. Nou, maar hoezo jij ook niet? Je bent hier. Ja, maar ik weet ook niet waarom. Weet je wat ik altijd tegen mijn mensen zeg voordat ik mijn video begin? Abonneer. Abonneer. En wat kunnen ze doen als ze al geabonneerd zijn? Weet ik niet. Nou, dat zeg ik het wel. Jongens, als je bent geabonneerd, reageer dan even. Dat gaan we opnieuw zeggen. Jongens, als je bent geabonneerd, reageer dan even dat je bent geabonneerd. En dan geef ik je reactie. Net zoals Gerard klapt, een hartje. Dan krijg je een hartje van me. Maar dat is geen hartje. Dat is klap is toch net zoveel waard als een hartje? Oh ja! Maar Gerard, zullen we wachten? Ik ga even pauze houden. Ik ben moe. Ik ben hartstikke moe. Dus ik ga even lekker pauze houden daar. 2 seconden hoor. Ah, waar kan ik nu een lekker colaatje krijgen? Oh, wacht! Ik word gebeld! Jongens, ik word gebeld. Hallo, je spreekt met Henkie. Goedemiddag, je spreekt met Bakkerij Bert. Met Bert van de Bakkers van Bakkerij Bert. Hoe kan Bert je helpen? Met wie spreek ik? Je spreekt met Bert Bakker van Bakkerij Bert. Hoe kan Bert je helpen? Hoezo, hoe kan Bert? Jij belt mij. Oh ja, klopt. Hoezo, hoe kan ik je helpen? Jij belt mij. Ja, sorry. Standaard zinnetje. Nee, dat snap ik. Hoi Bert, waarmee kan ik je helpen? Je spreekt met Henkie van Henkie's Monteur. En met Henkie, waarmee kan ik je helpen? Hé, hey, ik krijg mijn loonstrook. Hé, hey, ik ook. Dat is toevallig. Wat voor werk heb jij? Bakker. Au, hé. Hey. Maar wat is het? Waarmee kan ik je helpen? Ja, nou, ik zag uw advertentie in de krant van Henkie's Monteurdeur. Klopt dat? Au, dat klopt, Henkie. Je spreekt met Henkie van Henkie's Monteurdeur. Met Henkie, waarmee kan ik je helpen? Nou ja, dat is mooi, want u spreekt met Bert Bakker van Bakkerij Bert. Dat is Bert, wilde jouw hulp. Au. Er is heel veel concurrentie op de lijn van de bakkers. Wacht even hoor, Gerard. Nou, ik moet harder rennen. Anders gaat het niet meer. Is Gerard. Meneer, hallo? Ja, sorry, hallo? U spreekt met Bert Bakker van Bakkerij Bert. Hey, Bert. Maar ja, als u het te druk heeft, dan hang ik op, hoor. Nee, sorry. Wat, met Henkie's Monteurder? Ja. Au, ik heb opgehangen. Hallo, met Henkie. Goeiedag, ik spreek met Bert Bakker van Bakkerij Bert. Bert, zeg het eens. Er is veel concurrentie op de lijn, dat moet ik toch wel zeggen. En ik wil toch altijd mijn concurrenten voor zijn met onze broodbezorgbusje. Dat snap ik. Maar onze bus die valt van ellende uit elkaar. En we hebben geen goede manier meer om ons brood te bezorgen. Dus eigenlijk heb ik een heel sterk, goed, stevig voertuig nodig. Waarmee ik al mijn concurrenten eigenlijk een stapje voor ben en ze uit de weg kan ruimen. Een heel goed, sterk, stevig voertuig, zeg je? Ja. Je hoeft niks meer te zeggen, Bert, tot zo. Oké. Dat was misschien een beetje abrupt opgehangen. Gerard, heb je zin om wat te doen met mij vandaag? Heb je zin om wat te doen met mij vandaag? Nee, ik moet heel fit worden. Kijk, mijn buikje vet. Hier ga je nog fitter van worden. Wat dan? Ik zag een schip van dood. Wat was dat? Ik zag... Is Toos dood? Is dit een teken? Ja, dan kunnen we één ding doen. Hey! Nee, wacht. Hey. Toos! Hey.
ziet Toos. Oh! Hey! Waar kom, je vandaan? Ja! Wat dacht ik? Ik wacht, Gerard, ik ga even kijken of dit hem echt is. Oh! Wat? Hij is dood. Is het een honkbalbal? Hij is dood. Oh! Hoi! Hij is een rondje om de wereld geweest. Heb ik hem zo hard geslagen? Ja. Oké, nou Gerard, kom mee. Toos zal vast ook kom mee. Hey jongens, Toos, we hebben een klant. Ik heb een klant, kom. Kom, ik heb een klant. Oké, jongens, weten jullie al... Die radio uit! Er staat geen radio aan. Jawel, wel waar. Nee, er staat geen radio aan. Carbonade met patat. Weet jullie al wat we gaan doen? Nee. We gaan naar de legerbasis. Daar heb ik ooit gewerkt. Wow, explosie! We gaan naar de legerbasis. Daar heb ik ooit gewerkt. En dan gaan heb je nog een toegangspasje dan? Nee, die gaan we stelen. En het is zover, jongens. Ja, maar ja, denk, en we hebben een tank nodig. We hebben een super stevig voertuig nodig. Wat ga je doen? Daar gaan we. Helikopter! Oh, ik denk niet dat we hier. Ik denk dat ik hier nog wel mag zijn. Helikopter! Ik denk niet dat het toegestaan is dat we hier zijn! Wel! Nee! Oh, ik denk niet dat het mag. Hij schiet de bos, jongens! Wat hebben jullie doen? Oh, hier is de tank! Hier is de tank! Oh, maar die tank gaat de bos schieten! Jongens, hou jullie vast! Hou jezelf vast! Nee, hou elkaar vast! Oh, alles blaast om! Oh, waarom slopen ze hun eigen dingen? Henkie, ik wil je weg! Ja, ik wil hier ook weg, maar we moeten in een tank weg. Anders kunnen we niet. Oh, ik heb neer. Gerard, ik zet jou naast de tank af. Wow! Ik zet je naast de tank af. Oké, stop! Gerard, stap uit! Oké, Gerard, nu wil ik dat je de tank pakt. Nee! De tank, jawel, pak het, je kan het! Oh, ik heb hem! Oké, Gerard, goed zo! Gerard, dan ruilen we van voertuig. Heb je de tank? Ruil van voertuig. Oké. Ik wil er ook uit. Toos, je kan niet. Toos, wacht hier. Breng dit. Sorry. Toos, we halen je later wel op. Gerard, we gaan er vandoor. Weg hier. Oké, kijk eens. We zijn inmiddels bijna aangekomen weer bij Henkie's motordeur, bij de garage. Oh, wat ben ik daar blij mee. Hey, we hebben de tank bemachtigd. Ik vraag me af hoe Gerard en Toos hierheen komen. Volgens mij had Gerard de limo. En ja, wat mij betreft, Toos kan net zo goed overleden zijn door de klap die ik hem per ongeluk gaf. Oh, nu even kijken. Oh, past hij hier wel doorheen? Oh, jee. Verbazingwekkend past het gewoon precies. En dan kunnen we hem zelfs omkeren. Oh, maar ik heb hier nog nooit een tank gehad, kijkers. Oh, wat is dit cool, hé. Stappen we uit. Oh, dit is wel echt een droombaan, een keer dat ik een tank ga monteren. Hey, Gerard! Wat heb jij gepakt, Toos? Nou, deze truck. Gerard! Nee! Gerard! Je hebt hem doodgemaakt. Oh, hey Gerard. Oké, jongens, welkom. We hebben vandaag een tank, jongens. En dit weet je waar dit voor is? Weet je waar ik dit voor ga monteren? Travia. Waar ben je, Toos? Wat gebeurde er? Maar dit gaan we monteren voor de bakken, jongens, dus... Maar wat heeft de bakker hier aan dan? Nou, dat weet ik niet. Ja, inderdaad. De bakker wil gewoon een heel stevig voertuig, zegt hij. Ja. Dus jongens, plaats deze auto's even, dan kunnen we de ruimte maken. Ik geef je al een setje. Gerard, hier. Oh, moet je Toos ook even weghalen? Wacht, kom, ik haal Toos wel weg. Moment. Aan de kant, Toos. Aan de kant, Toos. Oké, jongens, het is echt een bende hier op de grond. Er liggen overal sporen en weet ik veel wat allemaal. Maar we gaan het oplossen. Als we een beestje kunnen pakken, dan kunnen we hier vast dit weghalen. Dat zou geen probleem moeten zijn. Doe je voorzichtig daarmee, Toos. Toos, mijn hoofd. Hoe werkt Toos, dit? Toos, stop. Hoe werkt dit? Stop. Toos. Ja. Toos. En deze knop dan? Nee. Toos, de bus. Hey Sam. Sam de brandweerman. Hier. Dag Sam. Dag Sam. Tot zover Sam. Sorry Sam, dat we niet hebben kunnen redden. Toos, kan jij de lak pakken? Gerard, kan jij de moesleutel pakken? Waarom mag jij de lak en ik niet... Dan pak jij ook een beetje lak. Doe jij ook een beetje lak. Ook een beetje dan zet ik hem op zijn plek en dan gaan we beginnen. Ik heb mijn lak aan. Oké, Gerard. Ik zit meteen naar Bert aan de lijn. Bert die vraagt hoe lang het nog duurt. Wacht, waar ben je? Sorry, nog heel eventjes. Ja, mijn telefoon is kapot. Ik was bezig met monteren en toen zag ik allemaal rook. Dus ik snap helemaal niet wat er gaande is. Jongens, wat is er gaande? Gerard? Ja, ik was Toos aan het reanimeren. Toos aan het reanimeren? Wat is er gaande? Wat is er met Toos? Ja, weet ik ook niet. Gerard, reanimeer hem! Reanimeer hem! Wacht, ik help je! Harde duwen! Je kan het, Gerard! Gerard, vertel me wat er is gebeurd. 1 en 2. Geef mond op mond, Gerard. Mond op mond.
Gadverdamme. Laat hem, als je zo gaat doen, mag je wat mij betreft sterven. Jongens, de tank is klaar. Kom, welkom. Maar kijk, jongens, de tank is klaar. Kie, wat heb jij hier nou weer mee gedaan? Oh, hij is zo prachtig. Maar hij moet toch groen zijn? Hij moet toch in de koffer... Nee, hij moet niet onder de koffers zijn. Toos, wat doe je nou? Hij is hard. Ja, dat is meestal met een tank, hè. Maar jongens, hiermee kan hij toch zo makkelijk zijn brood kloppen? Dat doe je toch met brood, of? Ja, hij rijdt gewoon over de... Hij rijdt... Ja. Oh, ja! En hij kan ook over zijn deeg rollen op deze manier. Ja. Heb je wel deeg met vormpjes? Maar jongens, ik heb een leuke manier. We gaan hem testen. Jullie gaan erop staan. Hallo! 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 Wat doe je? Hij doet het goed. We kunnen zo meteen naar links, denk ik. En dan kunnen we daar naar sorry, jongens. Nee, er zit nog een luikje achter waar jullie in kunnen, jongens. Ben je? Daar moet je even instappen. Er zit nog een luikje achter. Ja, nou ja, daar kan je erin. Ja, goed zo. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor die test? Nou, voor eigenlijk niet. We gaan een eerste test doen. Zijn jullie er klaar voor? Want het brood moet natuurlijk goed geleverd worden. Ja, lever. Dat weten jullie, hè? Goed met leverworst en zo. Kijk, zo is dat. Wat was dat? Dan kan het... Wat beweegt het heen? Ja, sorry, jullie kunnen toch wel zien, er staat een cameraatje bij jullie. Oh ja. Je moet even op het Ja, Gerard had Simba opgezet. Oh, maar nooit is Simba, wat is Simba? Heet dat niet gewoon de Lion King? Dat is zo, nee, dit is de... Met dieren. Oké, jongens, we zijn bij de eerste plek aangekomen voor de allereerste test. Vanaf daar gaan we ook de snelheid activeren. Zijn jullie daar klaar voor? Nee. Dat snap ik, ben er ook niet helemaal klaar voor. Ik heb namelijk één keer in mijn leven... Eerder zo, kom, open. Zo, hoppakee, dan gaat hij wat sneller open. Welkom bij de... Ja, sorry. Gerard, waarom doe je dat nou? Oké, jongens, we gaan een snelheidstest doen. Wie wilde hem als eerst doen? Ik. Ik zou hem even hier parkeren en dan kunnen we hier zo meteen naar links gaan. Met de volle snelheid. Leuk, ik weet nog steeds niet waar we zijn, want Gerard heeft nog steeds die Simba opstaan. Je hebt nog steeds Simba opstaan, Gerard. Ik vind dat gewoon hartstikke leuk. Waarom heb je dat niet uitgezet? Nou, stap uit. Ik stap ook eventjes uit. Oh, wat is het eigenlijk ook een prachtige dag om dit te gaan doen, hè? Ben je klaar voor Toos? Kom maar naar buiten. Ik kijk even door het raampje heen. Toos. Hi. Hey, Toos. Hallo. Kom jij even naar buiten? Oké, Toos, ga jij maar als eerste. Je moet wel je snelheidsopties daar met al drie knopjes zijn. Die moet je aanzetten. Oh ja. En dan gaan Gerard en ik toe kijken hoe dit gaat gebeuren. Ja. Zullen wij anders aan de andere kant wachten, Gerard? Toos hoort ons niet, maar ik heb verteld tegen hem dat hij kon rijden wanneer hij wilde. Als wij er waren, hij zei, geef me 5 minuten. Dus ja, wij hebben 5 minuten om hierheen te komen. En dan zou hij als dit goed is Toos over de portofoon, mag ik? Je kan doen, Toos. Ja, je kan doen. Ga maar, Toos. Ik hoor je er niet, maar kom eraan. Daar is hij, Gerard. Volgens mij ben ik in de weg. Gerard? Gerard? Toos? Ik denk dat Gerard dood is. Gerard? Nee, nog zo jong. Althans, dat is ook gelogen. Oké, jongens, het is mijn tijd om even te kijken hoe deze stank is. Het is voor Bert van de Bakkenbas. Ik heb geen idee waar het allemaal over ging. Maar dit wil hij natuurlijk allemaal zo snel mogelijk leveren. Dus laten we instappen. Dan gaan we de echte snelheidstest doen. Zet ik alle icoontjes zet ik om. Hier de snelheid, hier de optreksnelheid en hier... De suspensie. En dan zijn we er klaar voor in 3, 2, 1. En... Gassen! Die doet me denken aan, die doet me denken aan zo'n tijd terug. Oké, 300 km per uur behaald. Op naar de 400 km per uur. Oh, wat is dit? Wow! Wat? Help! Hoe komt het daar? Help! Nee, niet in het water. Niet weer. Au! Au! Wow! Help! Wow, wat gaat er niet? Au! Jongens! Au! Wat is hier donker? Au! 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 Oh, mijn god! Au! Wat diep! Nee! Ah, waar ben ik? Ah, wat? Ah. Ik denk dat ik flauw val. Ben ik nog wel op dezelfde planeet? Waar ben ik? Het vliegveld is helemaal daar. En ik ben letterlijk hier beland. Ik ging onder water. Het ging allemaal fout. En nu ben ik hier. Ik ben nog nooit zo snel onder water gezonken als dat ik net ging. Oh, laten we maar terugrijden. Zo, hoppakee. Hek, jij gaat open voor mij. Ik zeg je even, zet je. Zo, hoppakee, dan ben je sneller open. Als het goed is, zou de Toos en Gerard daar ergens wachten. Oh, kijk, wacht, ik zie ze al. Jongens, ik ben er. Zagen jullie mijn vliegen net? Wat, wij waren wachten. Jij gaat wel leuk lopen doen. Nee, er komt een wacht auto. Hier gewoon. En jij gaat daarheen. En jij gaat zwemmen zonder ons uit te nodigen. Jij gaat vliegen zonder ons uit te nodigen. En wij staan allemaal op onze voeten. Jij. Gerard, vergeef me. Vergeef me, Gerard. Ja. Oké, jongens. Ik heb jullie jaren... Toos, kijk nou eens mijn kant op. Ja, ik heb nog steeds geen bril. Nee, maakt niet uit. Ik heb jullie jaren getraind hierop. Vandaag is de dag dat jullie met echte tanks mogen rijden. Vandaag is de dag dat die bal van het huis afgaat. Die bal staat erop.
Hoorden jullie dat ook? Die bal staat daar al jaren. Hij heet Big. Ja. Het is een big bal. En vandaag is het tijd dat we die bal eindelijk zijn tyrannie ten einde brengen. Dus ik heb voor jullie daar 2 unieke tanks gemonteerd. Het zijn er 3. Ja, maar ik heb er ook... Ik had er al 1. Die tweede die hoort er nu bij. Als in die andere 2. Ik heb voor jullie 2 unieke tanks gemonteerd. En de gele. Ik bedoel oranje. Die is voor Gerard. En de roze is voor mij. En de groene is voor Joes. Maar mag ik vragen waarom die bal Big heet? Maakt me niet uit, ik ga zitten. Dat is afgekort, Gerard. Van? Brood is goed. Want vandaag werken we voor Bart Bakker van de Bedbakkers. Toos, zo werkt het niet. Ik weet dat je dacht dat optie 1 was. Maar zo werkt het niet. Toos, wederom, zo werkt het niet. Ik ga je... Toos, je hebt hem! Pak hem jongens, pak hem! Pak hem Toos! Ga je ervoor! We hebben die bal nodig! Daar is hij! Hier is hij! Hou hem tegen, wacht, hij is hier! Toos, hou hem tegen! Toos, hou hem tegen! Nee! Ga malen! Wacht, hier is hij Toos! Pak hem! Pak hem! Tyrannie is voorbij! Ja, tyrannie! Tyrannie! Oké, Tiramisu! Oh, ik hou hem. Goed zo, hij gaat de weg op! Breng hem naar beneden! En... ja! Wacht op mij! Pasen! Komt die Toos, hier! Toos, je mist hem helemaal. Oké, jongens, ik denk dat die bal het wel geleerd heeft. Henkie, ik hoor een piepje. Henkie, ik hoor een alarm volgens mij. Waar? Ja, hier binnen. Waar binnen? Stop eens met schieten, jongens. Toos! Nee! Ik heb hem! Ik heb Toos! Gerard, dat was niet ik heb hem! Dat was niet de bedoeling! Dat was niet de bedoeling. Toos, waar ben je? Ja, maar... nee! Gerard, je hebt Toos vermoord. Nee hoor. Jawel. Nee. Jawel. Dat is helemaal niet waar. Heb je bewijs? Je hebt Toos vermoord. Hoe weet je dat? Wat heb je met Toos? Wat is dit? ABC, we doen niet mee. Henkie, die moet naar de wc. Ja, ik noteer de lijn. Waar we heen gaan, daar moeten we ook staan. Maar we staan hier wel op patrouille. Alleen het is de bedoeling dat je die auto daarachter je even vraagt voor zijn ID-kaart en zo. Oh ja. Dat is de bedoeling. Wegmisbruiken, Toos! Zag je dat? Ik moet hem helemaal opzij te vragen. Wegmisbruiken, kom, volg mij. Toos, volg mij. Hij is hier ergens. Ja. Daar is hij, ik zie hem. Volg mij. Waar? Oh, hier is hij, Toos. Hier naar links. Ho, Hekkie. Hekkie. Hier is hij. Ik heb hem. Pak hem, Toos. Pak hem. Hou hem tegen. Ja, goed zo. Ja. Ik heb hem. Hij is hier. Ik zit er nog voor meneer staan blijven. In de naam van de wet, in de naam van het leger, in de naam van... de politie, die weet ik veel wat. Staan blijven, open Gerard, ik weet dat jij het bent. Wacht, ik ga hem pakken, zo. Ja! 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 Ik pak hem wel met mijn loop. Ik kom eraan! Goed zo, Toos. Oké, Toos, nu heb ik hem. Oké. Ik pak hem ook. Ja! Nu moet hij wel neer zijn. Nou is hij gesandwiched. Uitstappen! Uitstappen! Ja, handen omhoog! Handen omhoog! Toos, nee. Er staan wapens op je gericht. Er staan wapens op je gericht. Hou je handen omhoog. Je volledige naam. Nee. Oh ja. Toos? Ja. Volgens mij is hij dood. Echt, eindelijk. Hij is weg. Ja, dat maakt niet uit. Letterlijk. Wacht. Dit... zo, nou kan hij niet meer vluchten. Dit stof, dit as hier wat je ziet, dit is Gerard. Echt waar? Ja, hij is letterlijk tot as gewoon. Wacht maar even. Zo, dan is hij meteen helemaal van de straat af. Kijk, dan vegen we hem gelijk weg. Zo doen we het hè, met die criminelen. Gewoon verminderen tot as. En meer is hij niet. Top. As. Hoppakee, dat is ook weer goed. Nou goed. Toos! Nee! Je ligt waar Gerard ooit... nou, weet je waar, dan maak ik van jou ook wel een beetje as. 2 seconden, ik stap even in mijn voertuig. En dan verander jij ook in as. 1, 2, ja! Zo. Hoppakee. Hebben we ook van Toos as gemaakt. Oké, nou, ik moet mijn roze tank even terugwinnen. Ik weet niet wat ermee... hij schiet! Het is een echt gevecht. Joh! We hebben een gevecht. Pas op, joh! Pas op, oh! Ik heb gevecht met hem. Hier, staan blijven, roze tank. Jij bent van mij. Jij bent van mij. Uitstappen. Uitstappen als je weet wat goed voor je is. Uitstappen als je weet wat goed voor je is. Hier heb je Toos. Gerard? Ben jij dat? De geest van Toos die vliegt hier gewoon nog rond. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, jongens. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Het is zo chaos. Ik zie daar de geest van Toos die vliegt gewoon nog steeds rond. Nou, laat ik in ieder geval deze even meenemen. Samen met Toos. In spirit vliegt hij boven me. Oh, wat ben ik blij dat hij er soort van nog bij is. Toos is gewoon een wolkje stof. Oké, maar ik bel Bart even op en dan ga ik naar hem toe. En dan leef ik deze tank even aan. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik leef deze tank op hem af.
Oké, jongens, ik ben, als het goed is, hier ergens in de buurt is de bakker van Bart. Weet ik hoe die man heet. Bert, Bart. Die is hier ergens. Hier rechts zou het moeten zijn. En dan, als het goed is, de eerste links. Dit ziet er niet echt uit als een bakker, maar ik geloof het denk ik wel. Zo, even kijken. Oh, kijk, er is daar een zwijn. Oh, die is lekker aan het rennen. Wat fijn voor hem. De tank is afgeleverd. Hallo? Hallo? Wie ben jij? Ik ben Henkie van Henkie's Monteur. Met Henkie, hoe kan ik u helpen? Mijn naam is Bert Bakker van Bakkerij Bert, maar hier hebben we het toch niet afgesproken? Jawel. Jij zei toch dat ik hem af moest leveren? Ja, maar bij mijn bakkerij. Dit is niet mijn bak... Zo. Oh. Hier haal ik mijn geheime recept altijd op. Je geheime recept? Is dit, wat is dit dan? Mag ik eens binnenkijken? Nee. Hoezo niet? Wie is die man? Waarom ligt daar een man op de grond? Bart! Hé! Hey, wat? Dit is een slachterij! Wat zit er allemaal in je brood? Bart, Bert van Bakker Bert, wat mee kan ik u helpen? Kom terug! Waar ben je? Hey, kom nou eens terug! Ik heb je voertuig. Ik weet niet wat jij in je brood stopt, maar... gaat nog meer. Wat is dit allemaal voor vie... Wat een vies geluid! Ik heb je voertuig voor je klaar. Wil je hem zien of... Gadverdamme, wat stop je allemaal in je brood? Daar wil ik het liever niet over hebben. Oké, nou kom maar mee. Ik heb een voertuig voor je. Daar zijn we. Ja, dit is hem. Ja, maar... Wat? Waar is dat zwijn? Weet ik niet. Ontsnapt. De weg op dood. Oh, maakt niet uit. Wil je... Maar, dit is hem. Dit? Ja, je wilde toch een super stevig voertuig, zei je? Ja. Nou dan. Dit is toch stevig? Dat wordt dan 3 euro. 3 euro? 3 euro. Oké, weet je wat? 2 euro. Sorry, ik was te ambitieus. Oké, moment. Ik heb mijn portemonnee binnen liggen. Nou, als het goed is, komt Bert. Hé, daar heb je hem al. Hé, is het nou Bart of, Bert? Bert. Dat is de 2. Waarom heb je 2 euro? Bert Bakker van Bakkerij Bart. Waarmee kan ik u helpen? Je bent Bert van Bakkerij Bart. Ja. Ja, Bert van Bakkerij Bart. Nou, hier heb je die koffer. Ik zet hem hier voor je neer. 2 euro? Pak maar. Je kan letterlijk een muntje van 2 aan me geven. Waarom die hele koffer? Ga je het me nog uitleggen? Moet ik hierin? Je moet... Ja, blijkbaar wist je dat al. Daar moet je inderdaad in. Ja. Ja, en dan? En daar gewoon rijden, zoals elk ander... Auw! En dan rij je gewoon die kant op. En je klikt gewoon op het gaspedaal en meer niet. En dan komt het allemaal goed. En dan kan je je brood platwalsen en dan kan je van alles doen. Kijk, je zwijn doet het al voor je. Moet je zwijn gewoon volgen. En wat is die rode knop dan? Niet op de alles behalve de rode knop. Waarom zit hij er dan in? Om op te klikken. Oké. Nee, Oké. Nou, nee, niet weer. Nee, ik krijg flashbacks. Niet weer met zo'n achtervolging.